Een atletiekbaan als sporthal zonder dak. Dat is het geworden, midden in het centrum van het dorp. En nu in coronatijd blijkt hoe waardevol die keuze is geweest. Sybrigje Westerhof is dan ook blij met de huidige atletiekbaan. Ja, helemaal happy. Ja, 2 jaar geleden is de baan opgeleverd. En best wel een innoverend, heftig traject. Links, rechts, boven en onder. Ja. Toen lag hij er. En nu staan we hier. En nu blijkt dat hij tijdens die corona echt functioneel is. Ja, het is jammer dat we daar corona voor nodig hebben. Maar wat we steeds al vertelden is, die atletiekbaan is niet een doel, maar is gewoon een middel om mensen in beweging te krijgen. Het is een sporthal zonder dak, waar je heel veel verschillende dingen kunt doen, maar ook tegelijk kunt doen. En dat hebben we laten zien tijdens corona. Ja, vooral toen het op zijn, de piek het hoogste was. Kon er hier gewoon gesport worden? Ja. Was dat nou een vooruitziende blik van jullie en ook van de politiek? Of was het gewoon mazzel? Ja, het klopte gewoon met wat we vertelden. Dat atletiek is sowieso al een sport waarbij daar wordt ver gesprongen, daar wordt gesprint, een lange afstand, speerwerpen. We zijn het al gewend dat er van alles door elkaar gebeurt. En of dat dan nu, zoals gebeurde, taekwondo is en volleybal, we hebben ruimte genoeg. Als je hier 500 mensen hebt, dan weet je... Dan heb ik nog het gevoel dat er nog wel 500 bij kunnen. Ook voor sportschool Next Level is de atletiekbaan in coronatijd een uitkomst. Wij zijn hartstikke blij, want wij hebben de afgelopen periode echt ons ei kwijtgekund, zeg maar, op deze locatie. En er zijn zeker in deze periode zo'n 12 tot 15 groepen geweest die hier wekelijks hun sportuurtje hebben kunnen voortzetten. Dus alles kon gewoon doorgaan eigenlijk? Alles kon doorgaan en we hebben eigenlijk niks meer nodig dan dit. Het is de ruimte, de vloer, het geluid en niemand heeft er last van op deze locatie. Dus wij zijn helemaal blij. Ja. En jullie kunnen eigenlijk ook al naar binnen? We kunnen naar binnen, maar we hebben dus ervaren dat veel mensen het eigenlijk heel erg plezierig vinden om buiten op deze locatie te sporten. Dus we hebben om die reden besloten om het nog een maandje voor te zetten hier buiten. 3, 2, 1, succes! Volgens mij ben je ook wel een beetje trots. Ja. Ja, dat kan ik niet verbergen. Nee. Ook wat we nu de afgelopen maanden hebben gedaan met al die sportaanbieders. Nou, dat is iets anders dan één vereniging runnen. Maar wel heel fijn om elkaar zo te vinden.